heel veel mensen zijn echt helemaal onbekend mee met wat je s'avonds aan de lucht kunt zien. Ik denk van, nou, dus proberen of we dus daar meer mensen mee kunnen motiveren, kunnen bereiken. Vooral kleine kinderen die moeten dat dus leren, hè, want dan hebben ze later misschien een heel erg mooie hobby aan. Ja, wat zien we hier achter u? Nou, hier daarachter staat mijn privé-sterrenwacht en die sterrenwacht heet Lindavoet. Die heb ik in een jaar tijd ontwikkeld en helemaal zelf gebouwd. En kunt u eens uitleggen hoe dat dan gaat als u daar binnen zit en kijkt? We beginnen er eigenlijk mee. Als je op het moment dat ik wil gaan kijken, doe ik dus de deuren open. Je zet een schuifzetje op. Je draait de koepel draaien in de richting waar je kijken wilt. Bijvoorbeeld de maan of zoals vanavond hoop ik dus de planeet Jupiter. Je schakelt de telescoopschakel in, zet de stroom op. Je gaat hem dus uitrichten. En in het computertje tik je gewoon in van dat je naar Jupiter wilt kijken. En hij draait in de richting van de planeet. En je stelt hem scherp en je gaat op krukje erachter zitten. En je gaat gewoon een half uurtje lekker zitten kijken. Lekker kijken naar Jupiter. Ja, lekker kijken naar Jupiter. Jupiter, grote planeet. Hij staat op 600 miljoen kilometer afstand van de aarde. Diameter pakken we 140.000 kilometer. En dan kun je dus heel mooi die wolkenbanden kunnen zien. En je kunt de maantjes, de vier Galileïse maantjes, die kun je rond zien draaien. Dus als je een half uurtje gekeken hebt, of na een half uurtje weer kijkt, kun je zien dat die maantjes zich verplaatst hebben. En dat is, elke dag is het anders. Ze schuiven voor elkaar langs. Je hebt de schaduw van de maantjes over de planeet. Ze schuiven in de schaduw van de planeet. Uurtje later poppen ze aan de andere kant, komen ze er weer uit. En dat is mooi gericht. Dus je ziet gewoon heel langzaam zie je een lichtje ontstaan, omdat zo'n maantje weer uit de schaduw van de planeet Jupiter terechtkomt. Ja, dat is een heel mooi gezicht. En hoopt u nou stiekem ook wel eens dat u een klein ufootje ziet rondvliegen? Nou, een komeet of een meteorietinslag zie je hier in de tuin vanavond, morgenavond, dat lijkt me wel leuk. En dan haal je dus de tv en de krant nog een keertje. Nee, wetenschappelijk gezien is dat best leuk als je op een gegeven moment dan zo vallen de sterren, die vallen zo voor kapoenk en slaat dus een gat in je tuin. Maar daar komt gelukkig heel weinig voor.